Rick, je bent er eigenlijk al een tijdje bij, maar nu officieel. Ja, klopt. Tenminste, ik kreeg natuurlijk een paar maanden geleden te horen dat je dan met de voorbereiding mee mocht gaan doen. En ondertussen zit je er nu alweer 3 maanden al bij, dus dan gaat de tijd eigenlijk ook al vrij snel. Je werkt er hard voor, begin van het seizoen zit je er al bij. En dan om te horen dat je definitief bij de A-selectie zit, is supermooi. Ja, dat maakt je wel trots. Want hoe is dat nu voor jou om het officieel te horen? Ja, het is natuurlijk toch wel fijn dat je het toch wel officieel te horen krijgt. Tenminste, je had natuurlijk wel, je trainde gewoon elke dag mee en je ging ook gewoon mee naar de wedstrijden. Maar ja, in principe kon je nog gewoon altijd gewoon nog terug naar de onder 19. En om dan nu gewoon echt die stap te maken dat je daar eigenlijk ook niet meer echt terug naartoe hoeft, is wel een goed gevoel. Dat geeft wel gewoon een fijn gevoel vanuit de club naar mij toe. Ja, want hoe kreeg je dit überhaupt te horen? Ja, dat is eigenlijk wel een grappig moment. Tenminste, de trainer die zei voor het eten, of wij even na het eten, zeg maar, naar zijn kamer konden komen. En toen zaten Geri Vink en Adrie, die zaten daar. En die keken eigenlijk al een beetje boos. Of tenminste, niet echt boos, maar een beetje, ze keken niet blij in ieder geval. En toen zei Adrie van ja, we hebben gewoon eigenlijk, we gaan gewoon heel eerlijk met jullie zijn. En het gaat gewoon geen goed nieuws zijn. Dus toen liet hij ook nog eens de stilte vallen. Dus ik kon en keek elkaar ook al een beetje aan van, ja, wat is dit nou? Ja, ik en Rick hadden het er al over van dat we misschien teruggezet zouden worden of iets anders. Dus daar, ja, we wisten het niet zo goed. En toen zei hij dat hij slecht nieuws voor ons had. Toen dachten we helemaal van, shit. En toen begonnen ze allebei te lachen. En toen zeiden ze van, ja, jullie zijn vanaf nu echt definitief. Ja, bij de A-selectie toegevoegd. Nou ja, ik kreeg buikpijn. Je kan het allemaal opnoemen, maar ik viel wel een beetje weg van het gaat geen goed nieuws zijn. Dus het is ook wel leuk dat ik had ook niks meer gegeten. Gewoon, zeg maar, toen de trainer zei van ja, jullie moeten straks allebei even naar mij toe komen. Want toen zei hij het ook al een beetje op een manier van het is niet positief. Dus ik heb toen ook al helemaal niet gegeten. Ik heb al mijn eten gewoon weggegooid. Omdat ik gewoon echt gewoon buikpijn al kreeg. Maar uiteindelijk is alles dus gewoon helemaal goed gekomen. En dan ben je opgelucht. En dan wordt er gewoon gezegd wat we goed doen en wat beter kan. En hoe ze het aan willen pakken met ons. En dat was heel positief. Dus daar ben ik heel blij mee. Want hoe willen ze dan aanpakken met jou voornamelijk? Gewoon nu blijven trainen bij het eerste. En wedstrijden in onder 19 spelen als dat kan. En heel soms een jong. En dan blijven trainen bij het eerste en mezelf ontwikkelen. En dan kijken wat er van komt. Ja, er wordt sowieso heel vaak door Harold gezegd dat ik gewoon heel goed bezig ben. En dat ik aan het groeien ben en dat ik heel veel stappen maak. En ja, dat geeft me super veel vertrouwen. Wat zijn je doelen eigenlijk? Mijn doel is sowieso om eerste keeper te worden van Willem II. Gewoon heel veel mooie seizoenen met Willem II mee te maken. En dan ga ik heel hard voor vechten. Ik denk dat ik gewoon zoveel mogelijk wil blijven trainen hier natuurlijk. Dat kan nou ook. En uiteindelijk wil ik wel hier gewoon zoveel mogelijk minuten gaan maken. Ik denk dat ik nog steeds wel een paar maanden de tijd, dat ze mij nog die tijd gunnen om ook nog een beetje aan te passen. En dus ik wil wel over een paar maanden wil ik echt wel wat meer minuten ook gaan maken.